We zien u terug binnen een kwartier. Oui. Huh? Lekker strip, mijn neus, lekker strip, mijn neus. Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. En vandaag zijn we hier met een nieuwe serie. Ik ben hier vandaag samen met... Kasper, inderdaad. We gaan hier vandaag dus met een nieuwe reeks gaan beginnen. Of ja, we moeten eigenlijk een klein beetje bekennen. We zijn eigenlijk al begonnen. Maar daar kom ik zo dadelijk bij, want de vorige video is in het 100 gelopen. Ja, we hadden een uur opname gedaan, we hebben alles zitten zoeken en we gaan jullie zo dadelijk eventjes kort laten zien wat we allemaal al hebben gedaan. Maar we hadden dus eigenlijk een uur lang al gesurvivald, alles gezocht. Ik ben op schapenjacht gegaan, Kasper heeft hieronder een hele grotsysteem gevonden. We hebben van alles al gemaakt buiten en het is trouwens licht aan het worden, nice, kunnen we zelfs naar buiten gaan. We hebben een klein huisje en dat gaan we zo dadelijk laten zien. En wat we vandaag voornamelijk gaan doen is veel mijnen. Ja, in survival hebben we natuurlijk veel resources nodig, dus dat gaan we doen met ons tweeën. Oh, kijk eens aan. Goed, er gewoon draait al goud, alsof het gepland was. Maar dat gaan we dus vandaag gaan doen. We gaan dus een keertje laten zien naar ons klein huisje, wat we al hebben gedaan. En van onder, ja, beginnen te mijnen. En binnenkort misschien een heel systeem... Auw. Binnenkort misschien een heel systeem maken tot onder. En we hebben zelfs splitscreen, dus ik kan... Ja, of Kasper eigenlijk. We kunnen af en toe afwisselen met ons beelden. En dat wordt nu geëdit. Bam! Mijn scherm. En nu is bam! Terug! Jens' scherm. Dat was luid. Welkom buiten. We gaan jullie dus kort even laten zien wat wij allemaal al hebben gedaan eigenlijk in de allereerste video van een uurtje lang. Ingekort in minder dan 5 minuten of zo. We hebben dus eigenlijk een klein farmpje hier al. Dus ik heb de ontrouwste farm in... Niet tussenlopen, het zijn bessen. Maar ik heb hier dus al een klein farmpje. Binnenkort gaan we natuurlijk een veel grotere farm maken. Zoals je daar kunt zien heb ik ook al... suikerriet gehaald met behulp van... In de livestream gedaan. In de livestream, ja. Wou ik zeggen, dus als je meer uitleg wilt over waarom dat de video niet online is gekomen, bekijk de livestream, want daar heb ik het laten zien zelfs waarom en waardoor. Ik heb ook een bootje gebruikt voor al een beetje rond te gaan varen en daarachter zijn allemaal dieren en weet ik van nog wat. We hebben ook al een portaal gevonden, zo'n verloren portaal, want we spelen in Minecraft 1.16.1. En ja, van binnen, als we dan eventjes naar binnen gaan kijken... mooi deurtje. Kasper wil niet langs mij slapen, dus heeft het bed verplaatst. Het virus, hè? 1,5 meter. Ja. En als we het trapje omlaag gaan, dan komen we eigenlijk bij ons onder in de hele... Ja, eerst heb je hier een tussenstukje waar de grot is. Ik heb er deuren tussen gezet voor geen monsters binnen te hebben. En als we nog verder naar onder gaan, dan zitten we hier op het niveau dat ik wil hebben. Dus dit is het onderste niveau. We stoten ons hoofd hier precies nog een... paar blokken. En voor de rest hebben we hier nog wat lavapoeletjes die we al ontdekt hebben. En waar we ook al wat lava... Nou, nog geen lava hebben verzameld, maar ja, dat ja. Oké, en we gaan eventjes wat voorbereiden, zodat we fatsoenlijk kunnen gaan beginnen met onze mijn. En ja, de basics in Minecraft is natuurlijk dat we hout gaan hakken. Dus laten we dat eventjes gaan doen. Want ik heb wat spullen nodig voor een heleboel bijlen te kunnen maken. Bijlen, wat zeg ik? Een heleboel pickaxe. En... hoppa. 4 iron pickaxes en ik ga ook gewoon een paar gewone maken. Dat is misschien best wel handig voor gewoon wat stenen pickaxes te hebben. Ik ga wat tarwe meepakken. Dan kunnen we proberen daar al brood mee te maken. We hebben echt een grotere farm nodig. Hè. Amper iets gedaan met farming. Oh, dat is waar. We hebben hier bijenkorb bij. Nou, de editor van deze video. Hoi, hoe gaat het? Ja. Help, ik vind de uitgang niet. Ah, hier. Ik ga niet. Daarom is het handig om bordjes te hebben. Ja. Maar dat is voor binnenkort. We gaan nu eerst vooral met strip mining beginnen. Heb ik eerlijk alles? Oh nee, ik ging brood maken. Oké. Okay. Ik kom wel even naar boven. Ja, maar ik kom... Ik wou juist naar onder. Ik heb hier... dat is al één. En hup. En hup. Dat is voor u. Oh, dank je. En ja. Eten. Heb je toevallig ook eten? Ik heb ook nog eten. Dus dat is dat. En dat. En dat. De rest ga ik onder in de kist steken. Dus we kunnen nu naar onder. Wee. Oh, jezus. Oké, die kist ga ik meepakken ver naar onder. Ik hoor zombies. En dan gaan we heel... Ik ga helemaal naar onder gaan, hè. Dat we echt hier kunnen beginnen met... Jij mag die diamonds doen. Ik ga rustig de grot verder verkennen.
dat gaat ook, ja. Doe jij die grot maar. Ik ga hier beginnen met stripmine. Eerst even een gangetje te maken. Dat ik ook mijn kist hier ergens kan neerpoten. Oh ja. Hey, zombie. Inderdaad, ik moet nog fakkels maken, ja. Nou, ik ga beginnen. Stripmine, is dat het beste? Gewoon twee hoog zeker en twee van elkaar, dacht ik. Oh, twee skeletten. Kan niet beter. Jee, twee skeletties. Vechten. Oké, ik heb al één skelet. Heb je hier een kruis plaatsen? Nee, ik zit op niveau 11, dus normaal gezien zou ik redelijk veel moeten vinden. Oké, dan ga ik niet verder gaan. Ja, eigenlijk misschien wel. We zijn hier al geweest. Dus voor de mensen die zich afvragen, dit hele lava gedoe hebben we al nagekeken op diamonds en weet ik veel nog wat. Geen gevonden, jammer genoeg. Eén of twee. Ik weet nu niet meer hoeveel dat ertussen moet. Wat ben je aan toe, joh? Ik hoop dat we veel ijzer kunnen hebben, dan kunnen we ons transportsysteem maken naar boven en naar onder. Redstone. Kachin. Oh, ik hou van die blok. Dat is zo fantastisch fijne blok, maar altijd opletten met lava. Oké, geen lava. Hey, gold. Nice, nice. Goud. Oep. Dat is handig voor wat kun je ervoor rails te maken? Rails. Ja, inderdaad. Ja. Daarvoor hebben we dat nodig. Ik vind altijd met stripmine, dat is altijd een van de vervelendste dingen die je doet met, terwijl dat je met survival bezig bent. Sorry. Ik heb diamant. Maar eerst editor, wat... Zet er, editor, even een zo'n godachtig muziekje. Ja, inderdaad. Ja, godachtig muziekje. En ik heb lapis gevonden. De hel? Diamond en lapis en een hele hoop steenkool, allemaal bij elkaar. Voordat ik de diamond ga nemen, weet je wat, moet ik wel zeker zijn dat er nergens lava. Ik hoor continu lava. Ah ja, maar dat is waar. Dat is ook letterlijk hier langs. Yay, diamonds. Nice. Advancement made. En voor de mensen die zich afvragen waarom het niet met andere mensen doen, of dat je niet kunt meedoen, dat heeft eigenlijk nog meer diamond. Dat heeft voornamelijk te maken met dat sommige mensen, als we daarmee gaan spelen, dan wil iedereen gaan meespelen. En dat willen we natuurlijk niet. We willen natuurlijk niet dat iedereen spontaan berichten naar ons gaat sturen van hey, ik wil ook meedoen of dit en dat. Dus daarom doen we dat niet. Ik kan een diamond pickaxe maken, dan kunnen we al obsidian. Dan kunnen we... Wacht, als ik... Hoeveel obsidian moet ik hebben? Even naar mijn lijst kijken. 14 obsidian. Dat is gelijkertijd voor de poort naar de nether toe. En voor de dinges, voor de enchanting table. En daar... Oh, wacht, ik ga dat direct ook doen. Je hebt echt alle stokken mee. Nee, er zaten geen stokken in. Ik heb stokken gemaakt. Ah, oké, sorry. Sorry, foutje. Oké, we hebben al altijd. Ja, hè. Oh. Ik heb een diamond pickaxe. Ik ga dus nu 14 obsidian verzamelen. En dan kunnen we eigenlijk al een nether portal en ook een enchanting table. Maar daar heb ik terug een diamond voor nodig. Hier zie ik ook een heel leuke spin naar me kijken. Dat is heel leuk. Een heel leuke spin naar me kijken. Oh, dat is echt zo eng. Zo één oog dan aan mij zit te zien. Oké, nu mag ik dus niet in de lava vallen. En ik heb nog altijd geen emmer gemaakt. Voor ijzer en... ijzer. Ah, die kijkt recht naar mij. Oké, ik ga heel eventjes... Hey, het is een aardige spin, kijk. Hey. I just made a friend. Yay. Als het overdag is en je zit buiten, dan zijn die meestal aardig, maar... Ja, maar ik zit nu in een cave en die kijkt gewoon wat naar mij. Dus chill spin. Oh, oké, okay, nice. Ik heb trouwens bij de obsidian plaats, waar dat we obsidian hebben gevonden de eerste keer toen, heb ik nog een heel stuk grot gevonden met heel veel spullen. Dus wat ik... Dus wat ik nu ga doen, is kijken dat hieronder geen lava meer is. Oké, 14 obsidian. We zien u terug binnen een kwartier. If you're happy and you know it, clap your hands. Dat was luid. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Sorry. De laatste obsidian blok. Dan heb ik er 14. Dan kunnen we normaal een enchanting table en een portaal maken. Nice. Ik heb er 14. Ik ga het toch riskeren om hier even alle rest even weg te halen van oors. En eens kijken wat er allemaal hier te pikken is. Ik heb hier nog wat goud, dat is handig voor de rails. We hebben nu al
bijna 2 stacks redstone, dat is niet veel. Maar ik verstop me dood eerst nog eens een enderman. Ja. Wel 28 lapens van zuur is heel goed als we willen gaan enchanten, dus dat is al handig. Hé, hey, enderman, kom hier. Kom. Kom hier, enderman. Ah, iets boos op mij. Hoi. Ah, dat geluid, dat is zo... niet leuk. Ja, je kunt niet alles leuk vinden, hè. Zeg. We hebben zo goed als 2 stacks. Redstone. En de rest is een beetje aan het aanvullen nog. En we hebben heel veel koppel. Ja, dat ook nog, ja, amai. Oké, kijk eens aan. We hebben al redelijk wat goud, dat is ook al goed. Nee, ik heb al 3 papieren, daar kan ik normaal gezien een boek mee maken. Boek. Oh, daar heb ik leer voor nodig. Leer, ja. Boek. Ik kijk op schapenjacht, nu op koeienjacht. Let's go. Eigenlijk moeten we dat doen, ja. De volgende moeten we sowieso naar dinges gaan, ja. Hey, ik heb gewoon 45 ijzer in mijn inventaris zitten. Wacht, even bekijken. Oh ja, voor de mensen die dat vragen, hoe we aan die Fire Aspect 1 Golden Sword komen. De hele allereerste video hebben we dus een bepaalde ding gevonden. Zo'n verlaten... hoe noemt dat weer? Dat, ja, een verlaten netherport, wat sinds 1.16 nieuw is. Oh, verdomme! Ik ben met eikens aan het gooien. Ik ga pompoentaart even maken voor u. Hoppa, pompoentaart. En die ga ik dan ook mee naar onder even nemen. En wat als ik nu zeg dat ik er allergisch aan ben? Ja, dat is minder. Nee joh, ben ik net. Bijna een stek ijzer, dus ik ga... Wacht. Oh ja, dat is waar. Had je mij maar 2 pickaxe gegeven, of hoeveel had je gegeven? Ja, maar 2, omdat ik geen dinges meer had. Okay. Ik dacht 3. Ik nog wat hout kappen, en dan breng ik een heel hoop hout mee voor onder en nog wat steen, dus dan kunnen we pickaxe maken. Een paar bomen herplanten. We moeten natuurlijk denken aan het milieu. Hashtag Team Trees, hashtag not sponsored. Ja, inderdaad, ja. Hup, 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 hup. Ik ben gewoon overal wat bomen aan het neergooien. Dat ze maar teruggooien. Oh, er zit nog hout genoeg in de kist hieronder. Ah, oké. Goed om te weten. Ik ga er wat sticks maken. En wat pickaxen. Zodat we die genoeg hebben. Hup. Dat zijn er zeker genoeg. Ik heb een 8 pickaxen gemaakt. Lekker strip, mijne. Lekker strip, mijne. En die is kapot. Ja. En hoe gaat het in jouw grot? Nou, geweldig. Hoe gaat het in jouw grot? Oh, leuk. Kan niet beter. Ja. Oh, nee, dat hoort. Nice. Nou ja, mine maar. Mine. Body, boom. Ik ga de trappen omhoog, trappen omhoog, trappen omhoog. Nee. Jawel. Moet een beetje fun zijn. Oké, goud even laten smelten. Ik ga nog wat iron pickaxen maken. Ik heb mijn weg teruggevonden. Nice, ik heb geen hout. En ik heb mijn bijl ligt eronder. Hey, ik zie jou. Aan het einde van het tunnel. Dat is altijd zo met die strip mining. Dat is zo nooit echt heel interessant. Ik heb redstone. Het stom. Ik vind het altijd grappig dat zo licht geeft als je dat aanraakt. Was het eigenlijk nog altijd die grot aan het verkennen ervan? Ja, die blijft maar komen, hier. Hallo, je. Is wel heel lang dan. Kom, explodeer, dankjewel. Dat was in het water. Helemaal naar boven. Wee! Wee, en zo zijn we eigenlijk... Ja, we gaan het hierbij gaan laten. Het is voornamelijk stripmining wat we aan het doen zijn. En bij de volgende video's gaan we beginnen met de dieren te gaan verzamelen. Jullie hebben ons huisje gezien, wat we stand waar we mee zijn begonnen. Je ziet ons heel klein huisje. We gaan dus dieren gaan verzamelen. We gaan nog een klein beetje off-camera gaan stripminen en spullen gaan halen. En dat eigenlijk allemaal doen. Dus ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Geef dan dat duimpje mochten doen. Ga gelijk aan het abonneerknopje aan. En vergeet zeker vast niet dat... Ben ik een keertje aan te raken, want dan krijgen jullie een notificatie wanneer dat de video's online komen. Maar mijn naam is Jens. En ik ben Kasser. En we zien jullie bij een volgende video. Doei. Bye.